Ja, en nu? Ik ga niet zeggen dat dit het was. Dus we hebben eindelijk eentje gevonden. Red Luck is dan leuker. Deze halen we. Deze halen we naar de stal. Goedemorgen en leuk jullie kijken naar deze nieuwe Let's Play. Ik ben Jessie en wij gaan quest doen met deze rare dingen. Ik heb geen idee, maar we gaan gewoon beginnen. En voordat we beginnen met deze Let's Play, hebben wij natuurlijk elke week comment van de week. Wil jij comment van de week worden, laat dan hashtag CW achter in de update video. En dan word jij misschien de volgende update video benoemd. En vandaag is dat Else Mieke Huisman. Hashtag CW. Hey Jessie, ik ben ziek, maar jouw video's kijken hoor ik gelukkig. Leuke video, net als altijd. Groetjes Isabel, love your video's. Dankjewel. Ik hoop dat het al een stukje beter met je gaat. Want het zou soms stom zijn als je nu nog steeds ziek bent. En thanks! We gaan er vandaag ook weer een leuke video van maken. Want, zoals de meeste mensen weten, is dit een quest. Een story quest. En story quest geeft vaak veel XP. En XP is level 27. En dat heb ik nodig. Dus ik ben heel benieuwd hoe vandaag gaat aflopen. Oh my god. Hallo. Story quest met de Fala. Hallo. Daar ben je weer. Kom je weer meer narigheid veroorzaken in mijn schuilplaats? Duivels kloof is niet jullie speelterrein. Ik zou het fijn vinden als jij je duizend tegen zou zitten beseffen. Je had ze tegen moeten houden. Nee, als Fala de boel in evenwicht houden, niet uit balans brengen. La la. Ah, ze hebben de draaikop. Oké. De poppen. Die hebben ze ook gezien. De gemene boswicht die ze heeft gemaakt. Breng ze naar me toe. Dat kunnen wij. Als jij ons level 27 maakt. Ja? En nu? Hallo, ik verwacht een hele missie. Star Stable? Kijk, ik zie de poppen niet meer. Ik ga niet zeggen dat dit het was. Ik ga reloggen. Ik snap het niet. Ik snap het echt niet. Wat is dit? Oké, dus het idee is dat wij die poppen moeten zoeken. En dat ze over heel Jorvik kunnen zijn. Chill man. Ik had echt verwacht dat er story missies zouden zijn. Maar we worden weer eens opgelicht door het spel. Zoals altijd. Oké, daar baal ik heel erg van. Want ik had echt verwacht dat het een hele leuke story quest zou worden. Maar het is letterlijk een één missie. Ik krijg een beetje XP. Vervolgens moeten we aan het werk. Voor saus. Oké, maar aan de positieve noot. Ik heb nu ook mijn Arabieren in de rij staan. En als je denkt, huh? Waarom? Dit zijn alle trainpaarden die ik nog moet. Vorige week heb ik er dus 8 uitgetraind. En daar ben ik echt heel erg trots op. Want het ruimt op. Het ruimt echt flink op. Want er is een nieuwe bazaar. En ja, daar gaan we zo heen. Ik weet nog niet wat ik ga kopen. Want het is, ik weet het niet. Ik weet nog niet wat ik wil hebben. Dus ja, want eerst eigenlijk wilde ik dit uitgetraind hebben. Maar er kwam een nieuwe bazaar. En jullie weten hoe ik ben met bazaren tegenwoordig. Er moet dingen gekocht worden. Dus dan gaan we dus ook zeker eventjes kijken. Ik ga het niet meer leeg kopen. Want ik heb gewoon daar Starcoins niet voor. Laat staan geld. Dus die gaan gewoon even kijken wat ik wil hebben. Want er zijn wel wat paarden die ik wil hebben. En die zijn te vinden in Moorland. En misschien is er in Moorland ook zo'n pop. Geen idee. Misschien dat iemand ze vindt. En dat we dan lekker dat kunnen zoeken. Ik heb eigenlijk helemaal geen zin om over heel Jorvik te gaan zoeken naar die poppen. Oh, plantjes. Nee, ik wil niet picknicken. Ik wil dat mos. Oké, de lag is alvast incoming. Dat betekent, oh my god, dat is natuurlijk een champ. Oké, ik wil even champ doen, dat is leuk. Want dat geeft ons XP.
Maar we gaan best lekker met onze lintjes deze week. Het is alleen nog van deze 2 dagen. Ik vergat dat ik op mijn level 9 paard zat. Dus het wordt waarschijnlijk niet een hele hoge ranking. Alhoewel, we gaan nog goed. Maar ja, ik ben level 9. Dus als ik door een level 13 paard ben gehaald. Dat gaat best wel hard. Kijk hier zo. Daar ben ik alweer ingehaald. Die rechte stukken ben ik gewoon niet snel. Dus ik moet het echt hebben van die boost straks. Ah, die Jorvik Wilds. Ik word er helemaal crazy van. Ja! De tweede boost ging niet zo goed. Maar we hebben hem gewoon. We hebben hem gewoon. Nou, ik heb hier ook nog een lintje. Waar komen al die lintjes vandaan? Zo. Deze horen al bij elkaar. Dus de kampioenschap. De derde. Oké. Die horen ook bij elkaar. Maar de bazaar. Oké, de Percerons zijn er weer. En we hebben Belgisch warmbloeden. En we hebben Dartmoors. Nu denk ik dat ik van de Dartmoors er sowieso eentje wil halen. Want ik vind ze echt heel erg leuk. Alleen ik vind Dartmoors best wel simpel. Welke had ik nou? Ik had deze en de witte. Ik vind deze ook wel heel leuk. Ik wil hem iets met red. La 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 la. Red bow. Ik weet niet of ik red bow leuk vind. Red lucky. Red Luck is dan leuker. Deze halen we. Deze halen we naar de stal. En dan hebben we Belgisch warmbloed. Want hier, deze wil ik wel echt heel graag. Want ik heb deze. En ik heb volgens mij heb ik er nog eentje. Deze. Oh, ik heb de Palomino al. Ik dacht dat ik de Palomino niet had. Oké, de meeste Belgisch warmbloeden heb ik. Maar ik dacht dus, twijfel tussen deze en deze. Nou, dan weten we al wat het wordt. Dan wordt het natuurlijk deze. Onyx Brass. Onyx Star is wel cool, maar... Ah, die heb ik al. Stom! Gray. We hebben geen gray. Stom, ook heel stom. Onyx Stone. Ik zag net Stone staan, dat vind ik wel leuk. Onyx Stone. En dan even kijken of we Starquest wel overhouden. Ja, ik ga nog paarden kopen. Tuurlijk ga ik paarden kopen. Have you met me? Oké, we hadden dus van de Percerons hadden deze gehaald. Want dit was dan... Of nee, een andere. De app variant. Dit is nu de normale variant. Ik had deze... En ik denk dat ik heel graag nog deze wil. En iets met marble wil noemen. Ik doe ook wel marble stone. Pretty, naar de stal. Dan hebben we nog 2000 starcoins. Wat wil ik ermee doen? Ik vind dat toch zo mooi, hè? Zo'n vliegenschimmel. Kijk, deze twee moet ik nog... Moet ik er nog 3? Ik denk dat ik die zwarte erbij koop. Dan moet ik er nog 2. En dat vind ik dan prima. En kijk, even kijken wat de schade is in mijn homestable. Hallo. Ja, ik twijfel nog. Ik vind die Darkmoons wel echt heel schattig. Maar ik vind ze ook gewoon geen leuke kleuren hebben. Ze zijn allemaal bruin op zwart. Oké, we doen het gewoon hiermee. Want
ik moet het ook nog trainen. En ik wil wachten even op dubbel starcoins. En misschien dat ik dan nog wat bijkoop voor volgende week. Want volgende week komen er natuurlijk ook weer nieuwe paarden uit. En dan komt er een nieuwe paint uit. En die wil ik dus echt heel graag. Daarom dat ik dus nu genoeg wil overhouden voor die paint. Oké, staan ze allemaal in de stal? Staan allemaal in de stal. Chill, dat het past. Ja! Dan gaan we ze gewoon weer neerzetten. Hij danst! Oké, we hebben een perseron. Die mag bij de perseron. Ja, dit is een ander paard dan dat ik liet zien. Oké, ik heb twee Belgisch warmbloeden, als het goed is. Waar is die ander? Daar. Ik denk dat ik deze even apart zet van de rest. Oké, ik moet die perseron ook doen, maar ja. Komt de andere keer wel, want die staat wel prima naast die andere perseron. Ja, dit is mooi. Njauw. En de Dartmoor. Nou, ja, dan was dit het alweer. Mocht ik die pop vinden, dan gooi ik het er nog even in. Want ik ga echt er niet naar zoeken. Daar heb ik echt geen zin in. Oké, ik was dus aan het zoeken naar een plekje voor mijn thumbnail. En toen kwam ik deze tegen. Dus we hebben eindelijk eentje gevonden. En dit is het. Nou, fijn. Ik weet niet precies wat het doet als je ze allemaal hebt. Maar we hebben er tenminste eentje. Hopelijk vond je deze video leuk. Vergeet niet te liken, te abonneren. En dan zie ik jullie bij de volgende video. En dat is zondag. Take care en adieu.